De ondergang van Vitesse lijkt afgewend, want er is een akkoord met een investeerder. Die met miljoenen de club uit het slop wil trekken en wil investeren in voetbal. Bij coffeeshops in Arnhem en Nijmegen kun je vanaf vandaag legaal geteelde cannabis kopen. Ik moet u vertellen, hij is super en super goed. Ja, en ook heel stoned. Dat hier mensen heel hard rijden. En ja, dat is niet zo fijn als je zelf dan fietser bent, zeg maar. Fietsers, fatbikes en autoverkeer. Het is een drukte van belang rond scholen. In Zaltbommel maken ze het veiliger. Goedenavond. De redding voor Vitesse lijkt met het uur dichterbij te komen. Nu een investeerder bereid is met grof geschut de Arnhemse club uit het moeras te trekken. Dat melden bronnen aan Omroep Gelderland. Afgelopen nacht is een akkoord bereikt. We gaan naar sportcomplex Papendal, naar verslaggever Richard van der Made. Ja, Richard, na 2 jaar financiële chaos, is de club dan nu echt gered? Ja, daar lijkt het wel op. Er is een investeerder gevonden, een Nederlandse partij. Ook een buitenlandse partij zou bereid zijn om Vitesse over te nemen. En dan gaat het echt om vele miljoenen. Op Papendal wordt er op dit moment nog koortsachtig gewerkt aan de begroting. Want die moet vandaag ingediend worden bij de KNVB, bij de licentiecommissie. Maar het ziet er dus goed uit. De nieuwe beoogde eigenaar is ook bereid om een tekort van ongeveer 5, 6 miljoen euro te dichten, af te dekken voor volgend seizoen. Alleen Coley Perry die belde 4:30, een half uurtje geleden. En hij zei ineens van, there is no offer, there is no paperwork. Hij zegt, er is helemaal niets, ze hebben me geen aanbod gedaan, er staat niets op papier, ik snap er niets van. Maar Vitesse zegt juist in een reactie, we zijn zeer hoopvol gestemd en het ziet er allemaal goed uit. En we naderen ook, of we zijn bijna tot een akkoord met Coley Perry. Dat staat dus allemaal haaks op elkaar. Ja, de soap is dan misschien nog niet ten einde, maar kan Vitesse zich nu wel weer richten op voetbal? Of zijn er nog allerlei voorwaarden voor wat betreft die investering? Nou ja, de belangrijkste voorwaarde is dat ze er dus uitkomen met Coley Perry. En Vitesse beweert dat het eigenlijk op dit moment de puntjes op de i aan het zetten is. Maar Perry ontkent dus dat er sprake is van een akkoord, ook met de nieuwe beoogde eigenaar. Waarschijnlijk uit Gelderland, die gewoon klaar staat. Dus dat moet allemaal nog worden afgewacht. Vandaag is dus wel die belangrijke deadline. En er moet een begroting sluitend naar de KNVB in Zeist worden gestuurd. Dus het blijft voorlopig toch nog wel even spannend hoe dit gaat aflopen. Alleen Vitesse zegt zelf dus ook vandaag weer in een officiële reactie, het ziet er gewoon goed uit en we gaan ons ook sportief met een goede spelersbegroting voor het volgend seizoen richten op een hele snelle terugkeer naar de Eredivisie. Er gloort dus toch hoop. Richard vanuit Papendal, dank je wel. Ja, en meer over de laatste ontwikkelingen en de mogelijke overname is te lezen op onze site gld.nl. Geen schimmig gedoe meer met leveranciers aan de achterdeur. Coffeeshops in Arnhem en Nijmegen mogen voortaan legaal geteelde Nederlandse cannabis verkopen. Ze doen mee aan een landelijke wietproef die vandaag van start gaat. 227. Daar is het dan, de eerste legaal geteelde wiet. De overheid gedoogt de verkoop van cannabis door coffeeshops, maar de productie en toelevering is illegaal. Als experiment wordt de hele keten van productie, distributie en verkoop van wiet nu in 10 gemeenten streng gecontroleerd. Het is belangrijk omdat het illegaal kweken van wiet, dat gaat natuurlijk gepaard met misdaad, met criminaliteit. Dankjewel, alsjeblieft. Met risico's voor brand, waterschade, omdat we ook zien dat dat te vaak ook in woningen gebeurt. Het is een experiment om de misdaad eruit te houden. Coffeeshop Uncle Sam is een van de 10 Arnhemse coffeeshops die meedoen. Vanaf vandaag verkopen jullie legaal geteelde wiet. Ja, super positief. We zijn er blij mee dat we eindelijk een beetje het stigma beginnen kwijt te raken. Dat het allemaal maar een gecriminaliseerde bende is. En dat we eindelijk eens van die rare achterdeur afraken. Grote vraag is natuurlijk, hoe rookt die legaal gekweekte wiet? Frida Riethorst is al 35 jaar vaste klant bij coffeeshop Uncle Sam. Een kenner dus. Ik moet u vertellen, hij is super en super goed. Ja, en ook heel stoned.
Hoe zorg je dat je kind veilig op school aankomt? Veel ouders en scholen die worstelen daarmee. In Zaltbommel verbeteren ze dit met speciale verkeersveilige schoolzones met Jip en Janneke verkeersborden, gekleurde palen en zebrapaden. Nou, hierbij open ik veilige schoolzone in Aalst. Hey! Met bellenblaas en doorknippen van het lint wordt feestelijk het nieuwe zebrapad in Aalst Palmase School in gebruik genomen. Nou, soms dan stoppen ze niet en dan, ja, en dan ga ik bijvoorbeeld oversteken en dan gaan ze niet stoppen. Dus dat is wel, wel gevaarlijk. Ook bij een zebrapad? Ja, soms wel. Dat hier hele, mensen heel hard rijden en ja, dat is niet zo fijn als je zelf dan fietser bent, zeg maar. Langs de weg wordt duidelijk aangegeven dat er een school in de buurt is. Nou ja, het is een vrolijk geheel als je aankomt rijden. Het is heel duidelijk, het valt meteen op. Het is heel erg overzichtelijk. En je weet van, hé, hier moet ik alert zijn, want hier is een schoolzone. Bij verschillende basisscholen wordt gekeken of er iets gedaan moet worden aan de weg richting school. Dat kan dus een zebrapad zijn, een opvallende paal met bord of de letters schoolzone. Ik denk dat er nog steeds te hard gereden wordt in een schoolomgeving. Heeft ook te maken met het toch wel jachtig bestaan van ouders. Hè. Vaak kinderen afzetten en weer weg. En dat ze zich bewust zijn dat het echt een 30-zone is. Ja, en dan moet je met z'n allen gas terugnemen. En natuurlijk de kinderen zelf op de fatbikes, elektrische fietsen. Het gaat allemaal sneller. Alsof je nou in de vrachtwagen zit of op de fatbike. Maar je weet hier gewoon schoolzone oppassen. Een bijzondere portretserie van mensen met één oog is te zien in een museum. Om te laten zien dat je heel goed kunt leven met een oogprothese en met één goedziend oog. Zometeen meer verhalen vol levenslust en veerkracht. In Duiven zijn gisteravond meerdere vaten met vermoedelijk drugsafval gevonden. De vaten waren gedumpt langs een fietspad op de Maststraat. De politie speurde met een helikopter de omgeving af op verdachte situaties. En even verderop, op de Dijkgraaf, controleerden agenten met getrokken wapens een verlaten bestelbus waaruit dampen kwamen. In een ander busje bij de McDonald's werd een verdachte aangetroffen die vervolgens de benen nam richting de steenfabriek. Niet veel later werd hij aangehouden. Een projectontwikkelaar moet de gemeente Arnhem een boete betalen van 380.000 euro. Dat heeft de rechtbank bepaald. De ontwikkelaar wilde met de kap van de bomen een beter zicht op de Rijn krijgen, maar had hiervoor geen kapvergunning. De ondernemer zei dat hij goedkeuring had gekregen van een ambtenaar, maar kon dat niet hard maken. De EK-zege van het Nederlands elftal op Polen is gisteravond goed gevierd op de welbekende Oranje Rotonde in Apeldoorn. Honderden voetbalfans kwamen naar de rotonde in de wijk De Maten om daar traditiegetrouw een flink feestje te bouwen. Een bijzonder kort geding vanmorgen voor de rechtbank in Zutphen. Daar eiste positiviteitsgoeroe Emiel Ratelband dat Jan-Willem de Haan van de Partij voor Alle Zaken zou stoppen met hem te stalken met tientallen mails per dag. De inhoud van de berichten gaat over allerlei zaken die volgens de Haan in Nederland niet deugen, maar waar Ratelband niets mee te maken heeft. De partijleider van PVAZ, een partij die nog nooit aan de verkiezingen heeft meegedaan, heeft een lange lijst van instanties, personen en media die hij vrijwel dagelijks mailt over wat hij vindt dat er mis is in Nederland. Hij is boos op de rechterlijke macht, de Nederlandse politiek en schuwt in zijn berichten geen schuttingwoorden. En Emiel Ratelband is één van de mensen in zijn adressenbestand. Het is heel storend als er 150, 200 mailtjes per dag verschijnen. En, ja, en je kunt ze niet blokkeren en er zit dan ook nog een viergezin. Je moet twee computers weggooien. Ratelband wil dat de mails per direct stoppen. En de rechter praatte daarom vandaag uitgebreid op de verzender van de mails in. Hij wilde voorkomen dat hij hem een dwangsom moest opleggen. En daar deed hij veel moeite voor. En uiteindelijk kwamen ze eruit. Het was een bijzondere rechtspraak waarbij de gedaagde de rechter 18 keer vertelde dat hij hem ging wraken. En waarbij de rechter uiteindelijk van zijn stoel afkwam om de gedaagde over te halen te stoppen met het sturen van mailtjes aan Emiel Ratelband. Iets wat hij uiteindelijk onder lichte dwang ook beloofde. Zoals de rechter het opgelost heeft, daar heb ik alleen maar respect voor. En mijn bewondering voor de rechtsstaat is alleen maar door het optreden van deze rechter is gestegen. In het museum in Nijmegen is een bijzondere expositie geopend. Oncologisch oogarts Marina Marinkovic, die ook fotograaf is, zette 11 mensen op de foto bij wie een oog is verwijderd.
Een van die mensen wiens portret in de expositie is opgenomen is Anita. Zij liet één oog operatief verwijderen en wil mensen graag moed inspreken als ze voor zo'n belangrijke operatie staan. Ja, dat, levenslust en veerkracht, dat het leven verder gaat als je een oog verliest. En dat het niet alleen maar narigheid is, maar dat het misschien zelfs ook wel de dingen verdiept of ja, anders maakt. Anita Holbubek uit Nijmegen heeft zich voor de expositie laten fotograferen door Marina Marinkovic. Ik wil dolgraag meedoen om andere mensen inderdaad te helpen. Ik zeg al, help ik er maar één iemand mee, dan ben ik meer dan tevreden. Om te laten zien dat je heel goed kunt leven met een oogprothese en met één goedziend oog. Ja, de orthese is een deel van mij geworden. Ik voel het bijna prikkelen als het in een bakje Biotex ligt. En één keer merkte ik pas in de auto dat ik hem niet in had. Dat was een teken dat ik daar niet zoveel mee bezig ben meer. Waar ik dus van onder de indruk ben, is dat mensen zo snel het leven weer oppakken. En ja, er is een soort gezegde, zeg maar, als je je hart breekt langs die cracks, daar komt het licht naar binnen. En dat is ook een beetje wat je ziet bij de mensen. Het levert ook ja, goede gesprekken op vaak. Een andere kijk op het leven levert het vaak op. Prachtig. Prachtige foto. En ik zeg om degenen die mij kennen, die zullen allemaal mij daar heel erg in herkennen. Met een grote glimlach. Ik sta met plezier en humorvol in het leven. Dus dat klopt heel aardig. Ja. Ja. Oog in Oog is nog tot 3 november te zien. Gert-Jan Wassink is 38 jaar, maar de Apeldoornse atleet wil nog niet van stoppen weten. Ondertussen is hij ook als coach bezig. Want kennis overdragen op jonge talenten, dat doet hij met veel plezier. Gert-Jan Wassink gaat nog altijd heel diep op zijn trainingen. Want hij is nog vol ambitie. Ja, ik ben me weer aan het voorbereiden na mijn marathon op het baanseizoen. En ik focus me op de 5 kilometer, dus daarvoor ben ik hier lekker om te trainen. Ondertussen heeft Wassink ook een bedrijf om atleten te begeleiden. Vanuit de recreatieve lopers tot aan topatleten. En dan kun je eigenlijk zien dat iemand die gewoon een 5 kilometer wil leren hardlopen, tot aan iemand die een topprestatie wil leveren op de marathon, die begeleiden we. Daarnaast hebben we onze eigen loopgroepen. Daar hebben we zowel in Apeldoorn, Deventer als in Nunspeet. En bij elkaar zijn er toch al bijna 300 leden die we daar hebben. En wie weet brengt het coachen hem iets heel bijzonders. Als topatleet in het verleden heb ik nooit een Olympische Spelen gehaald. Ik zou het best leuk vinden om als coach ooit een keer een atleet te hebben die op de Olympische Spelen terecht zou komen. Het is geen moeten, want ik denk dat je altijd procesmatig met een atleet moet bezig zijn. Maar als er dan een keer een gouden appel uitkomt, dan wil je die fijn kneden om uiteindelijk misschien hopelijk een keer om een mooi toernooi zoals de Olympische Spelen terecht te komen. Ja, dat zou mooi zijn. Tot zover deze uitzending. Het laatste nieuws is te vinden op onze site gld.nl en uiteraard in onze app. Mooie avond verder. Goeiedag. Ja, mooie wolkenstructuren waren er te zien vandaag, deze ochtend. Hier zien we dat ook. De zon die was er vandaag ook bij. En hier en daar passeerde er ook een bui. En dit kleine kevertje of torretje, ja, dat zit heerlijk te slurpen aan een waterdruppel. Mooi als je zo'n mooie zoomlens hebt om dat vast te leggen. Ja, waterdruppels gaan er morgen ook wel komen, hoor. Daar moeten we wel rekening mee houden. Met name morgen in de middag. En dan kan het af en toe stevig doorplensen. Vooral ook in de oostelijke regio's van de provincie. Maar tot het zover is, is het overwegend droog. We zien wel die storing vanuit het zuiden langzaam maar zeker binnenkomen schuiven. Hier komt hij aan vanuit Frankrijk, over België, trekt hij dan naar Nederland. Levert ook wel wat verschillen op in het land. Veel regen in het oosten en zuiden morgenmiddag, terwijl het westen grotendeels droog blijft. En woensdag, ja, dat wordt ook een droge dag in Gelderland. Want dan passeert er een rug van hoge luchtdruk, zoals we dat noemen. En die zorgt ervoor dat buienactiviteit even onderdrukt wordt. Sterker nog, er zijn mooie zonnige perioden en er is weinig wind. Een prima dag om buiten te vertoeven. Nou, vanavond is het eigenlijk ook wel redelijk rustig weer met 17, 18 graden. De kans op een bui is nog klein. In de eerste uren van de avond valt er misschien nog een enkele bui. En er staat niet veel wind. En vannacht blijft het dan op de meeste plaatsen droog. En daalt de temperatuur naar zo'n 12 tot 13 graden. Komt vanuit het zuiden wel al meer hoge bewolking binnenschuiven. Morgen in de ochtend ook dan op de meeste plaatsen nog droog. Misschien in het noorden nog een waterig zonnetje. En de temperatuur loopt op naar zo'n 18, 19 graden bij weinig wind. En in de middag dan met name, ja,
ja, dan gaat het toch wel enige tijd regenen. Kan het zelfs hier en daar flink gaan doorplensen. Temperatuur blijft zo rond die 18, 19 graden. Als de regen net wat later komt, ja, dan wordt het misschien nog net ook eventjes 20 graden. De wind overigens die draait in de loop van de middag naar het noorden. En de dagen erna blijft het weerbeeld wisselvallig, met uitzondering dus van die woensdag. Die ziet er prima uit. Temperatuur die blijft mooi op niveau. Die blijft boven de 20 graden. Nog een fijne dag.